hartstikke leuke wedstrijden op de rol staan. En daar kunnen wij denk ik als verslaggevers ook al van genieten. Twente tegen de Eagles. Ja, wat vind jij? Moet Twente winnen? Want het is toch veel leuker om volgend jaar in plaats van naar Kerkrade naar Deventer te rijden? Ja, dat is voor de kilometers wat minder, hè. Ik bedoel, daar moeten we een beetje van hebben. Maar nee, ja, de Eagles is natuurlijk een hartstikke mooie club. Waar wij denk ik in Twente wel en in de Achterhoek wel een beetje een zwak voor hebben. Dus ja, voor mij mogen ze erin blijven. Maar mogen ze winnen? Ja, ik denk dat als de spelers morgen op het veld staan, die willen natuurlijk gewoon winnen. Maar Twente, die speelt nergens meer om. Jawel, natuurlijk wel. Die speelt morgen voor 25.000 mensen. Die moeten vermaakt worden. Nee, dit is echt sociaal wenselijk gedrag. Twente heeft na de winterstop nog maar 4 keer gescoord. De mensen hebben dus nog maar 4 keer kunnen juichen in de goalsvesten. Dus er moet morgenmiddag wel wat gebeuren. En aan de ene kant, ik hoop dat de Eagles erin blijft. Maar ik zou het ook wel stiekem heel erg leuk vinden als Maarschot even een tikje op zijn neus krijgt. Nou, wat denk je van vanavond dan, van Heracles? Ooit moet hij ook een keer komen bij Heerenveen. Ze hebben gewoon heel veel goede spelers. Alleen, ik denk wel dat zij een foutje hebben gemaakt met het binnenhalen van Eudegaard. Dus ik denk dat vanavond Heracles een hele lastige wedstrijd te wachten staat. Ja, maar dat vroeg ik niet. En ik vrees dat de kentering vanavond komt bij Heerenveen. Vrees ik ook voor jou. Want dan wacht jou een heel kleurloos einde van het seizoen. En dan weet je een beetje wat ik doormaak op dit moment. En dat gun ik jou. Oh, gun je me dat? Ja, dat gun ik jou. Waarom? Ja, omdat ik zit maar te peinzen en te pieken elke week. Wat moet ik bij Twente bedenken? Ja, ik peins en pieken niet en over wat ik moet bedenken. Er zit zoveel spanning op richting de rode streep en richting play-off. Ik gun voor jou gewoon dat Go Ahead Eagles dan morgen wint. En dan gun ik jou uit goedheid, omdat je dan volgend jaar ook weer gewoon naar Deventer kan. En ik ook. Daar hebben we allebei een beetje belang bij. Ja. Bij Heracles zeggen ze, nee, we hebben hoe dan ook nog 3 punten nodig om helemaal veilig te zijn. Het zou mooi zijn als dat vanavond zover is. Want dan kun je echt naar boven gaan kijken. Ja, en dan met de beslissende goal van Reuven Niemeyer. Dat zou fantastisch zijn. Dat kan hij wel, hè? Dat is wel een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Want als je kijkt, er komen bijna nooit meer spelers op latere leeftijd groeien door naar het betaalde voetbal. Nee. En bij Heracles is dit eigenlijk de derde al, hè? Als je kijkt naar Tim Breuks, ook van Kwik. Ja, en Brentley Kouas, die speelde een paar jaar geleden nog bij Koga aan de Zaan. En Niemeyer, die is vorig jaar heeft hij getekend. Hij heeft deze week bijgetekend. En blijkbaar ontwikkelt hij zich gewoon heel erg goed. Het is een no-nonsense jongen die keihard wil werken, die progressie boekt. Dus vanavond durft Stegenman met hem aan. Of zegt dat ook wat over het niveau in Nederland? Dat zo'n jongen na een jaar al Eredivisie kan spelen? Ja, dat is een goede vraag. Daar kan ik geen antwoord op geven. Wat denk jij? Ja, het is en. Maar goed, het is een Twentse jongen, dus we geven even de credits aan de ontwikkeling van die jongen. Nou, dat ben ik, op zich wel een goed uitgangspunt. Dank je, ik ben positief gestemd aan het begin van de weekend. Niet een uitleg, geen analyse, daar ben je erg goed in, maar ik wil het niet horen. Wat wordt het? PSV Twente. PSV wordt Twente wordt 1-1. Heracles tegen Vitesse. Wordt ook 1-1. Go Ahead Eagles, Heracles. Wordt 1-2. Utrecht, FC Twente. Wordt 2-0. 2-1, denk ik. Ik ga uit van een kleine overwinning van Heracles vanavond. 1-0. Ik denk dat Twente morgen gelijk speelt tegen Eagles. 1-1. Ik denk dat PSV wint van FC Twente met 2-1. Ik denk dat Heracles gelijk speelt tegen Vitesse. 0-0. En ik denk dat Utrecht Twente 0-1 wordt. Ja, maar als ik de scores een beetje bij elkaar optel van jou, dan wordt het een heel magere opzet. Ja, maar heel vaak is dat zo. Als je heel hoopvol aan zo'n week begint. Proost. Ja, maar koffie proost dan niet. Proost aan het eind van de week in het bier.